Hoewel het nog midden in de zomer is, had corona ook al de komende carnaval in de greep. Ummermeer carnavalsverenigingen melden nu al dat ze vanaf de 11e van de 11e geen activiteiten kunt organiseren en ook niet erop moet trekken. Ook de boemeleren van Wielder had dat lastige besluit genomen om het seizoen over te sloeren. Ja, ik denk dat het eigenlijk vrij logisch is. Hè? Corona, hè? Ik bedoel, zeer gevaarlijk, dus ja... En zodoende het besluit genomen om toch maar een jurkje over te sloeien. Wat kind dan niet? Wat kind niet? Beter gezegd, wat kind wel. Anderhalve meter afstand. Zo'n zitting organiseren. Ja, ik denk niet dat de gezelligheid dat is. Kunt er Erwin een liedje zingen? Ik heb er geen Polonaise lopen. Dus ja, nee, dat zien we niet zitten. Dus, en dan kunt nog het alcohol in het spel. Dus. Ik denk niet dat dat zo verstandig is om dat te doen. En dus gunt och voor de regerend prinses van de boemeleren de medailles, de scepter, het kleed en het kroontje voorlopig weer de zolder op. Ja, dat gaat nog een jaartje extra de kast in. En hopelijk dat we in 2021 het seizoen kunnen oppakken. Wat betekent dat financieel voor de vereniging? Eigenlijk niet zoveel. Hè. Ik bedoel, verslund gewoon een jurkje over. Het kunt niks binnen, maar het geeft eigenlijk niks terug, dus dat valt best wel mee. Dat betekent ook dat de hoogheden aanblijven. Ja, nou, vooral dus een coronaprinses, hè. De eerste die wat 2 jaar in haar zingen naam moet doen. Dus, wel ook heel bijzonder. Hè. Ik bedoel, voor 1 jaar of 20, dan zagen ze van, dat wordt de coronaprinses, het Sandra. Dus, het had ook wel iets van de andere kant. Ja, de coronaprinses, dat worden een hoop coronatjes drinken na de 11e van de 11e 2021. Ja. Vind je het erg? Ik vind het wel jammer. Vooral ook voor degenen die ons op zouden volgen. Die zitten natuurlijk al in de voorbereiding. Ja, daar vind ik het erg sneu voor. Maar we hebben het te respecteren. Het is niet anders. Met die 1,5 meter is het gewoon niet haalbaar om een leuk feestje neer te zetten. En we moeten ook allemaal denken aan de gezondheid. Kunt ze immers verbeteren om carnaval te vieren? Tuurlijk niet. Ik bedoel, want hij ging op ter deze optokje willen lopen en dan loop je door een dorpskloon. Nou, gezellig, zo zagen we het goed, dus jij kreeg er voor zich. Ik zou wel de straat op gaan. Ik weet niet of ik als prinses ga, maar dan heb ik wel een heel leuk idee om als Einzelganger in de optocht van Waalwieler rond te trekken, ja. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Heb je op dit moment klachten, zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf dan thuis en laat je testen. Bel hiervoor naar 0800 1202 voor een afspraak bij jou in de buurt. Zorg dat je je burgerservice-nummer bij de hand hebt. Dit staat in je paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Na het doorgeven van je gegevens wordt er een afspraak gemaakt. Je krijgt een bevestiging via e-mail en sms. Je hoeft niet voor de test te betalen. Kom op de afgesproken tijd naar de testlocatie. Neem je identiteitsbewijs en de afspraakbevestiging mee. Een medewerker van de testlocatie neemt de test af. Met een wattenstaafje wordt er slijm achteruit je keel en neus gehaald. Na de test ga je direct naar huis. Blijf thuis totdat de uitslag bekend is. Je wordt zo snel mogelijk gebeld over het resultaat van de test. Heb je het coronavirus? Dan blijf je thuis en bespreek de GGD wat jij en je huisgenoten moeten doen. De GGD onderzoekt ook met wie je contact hebt gehad en belt deze mensen. Worden de klachten erger? Neem dan contact op met je huisarts. Blijf je aan de basisregels houden, ook als je niet het coronavirus hebt. Zo controleren we de verspreiding van het coronavirus en beschermen we elkaar.
In de Luikse wijk Oetermeuze bruist het in augustus van de activiteiten. Op 15 augustus viert men dan het feest van Maria ten Hemelopneming, Sainte Marie. Veel Luikenaren en inwoners uit de grensregio komen dan bijeen om dit feest te vieren. Thank you.
Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Rode Loper. Nou ja, vandaag is het eigenlijk een beetje de Groene Loper. We zijn hier niet in de Schotse hooglanden. We zijn ook niet in de natuur ergens in Canada of waar dan ook. We zijn hier gewoon in Limburg, het Limburgse land. En waarom zeg ik dat nou? Nou, omdat in die landen die ik net noemde, daar wordt whisky gestookt. De grap is, dat wordt hier in Limburg ook gedaan door Thijs Has. En hij heeft zijn whisky in vaatjes ter rijping gelegd op het landgoed Château Saint-Gerlach. Daar zijn we nu en we gaan eens een kijkje bij hem nemen. Dag Thijs, daar ben je dan. En wat voor geweldige kar zit jij dan? Goedemorgen Henk. Hoi. Ja, we zitten hier bij Château Saint-Gerlach. Ik zit in mijn tuk-tuk. Ik zit hier. Tuk-tuk. In mijn tuk-tuk. In mijn whisky. Die heb je zelf zo mooi gemaakt? Ja, die heb ik opgeknapt. En om mijn mooie en lekkere spulletjes in te vervoeren. Jij distilleert whisky, heb ik net in de inleiding verteld. In het Limburgse land, een Limburgse jongen. En die heeft whisky te rijpen gelegd bij een echt Limburgs landgoed Château Saint-Gerlach. Die whisky ligt hier te rijpen, hè? Ja, die whisky ligt hier in de kelders rustig te wachten totdat hij 3 jaar oud is. En dan maken we hem open. En het is natuurlijk een fantastische omgeving in de Limburgse hooglanden. En op bronsgroen eikenhout ligt het te liggen. En het is een fantastische omgeving. En heel mooi dat het hier mag liggen. En hier ligt het heel rustig en lekker lang. En ja, je moet eigenlijk zien om en ruiken en proeven hoe het eigenlijk is. Maar het is heerlijk. Je zegt lekker lang. Die whisky heeft echt zijn tijd nodig in zo'n vat? Officieel minimaal 3 jaar. Langer mag ook, maar niet korter. En als het bij mij in de woonkamer zou liggen, dan haalt het natuurlijk de 3 jaar niet. En hier blijft ook iedereen met zijn vingers er vanaf. En het klimaat is ook ideaal om de vaten in te leggen. Dus je maakt me nieuwsgierig, man. Ja? Ik wil er naartoe. Ja, ik wil ze zien. Dan gaan we kijken. Heel goed. Kom. Uit je mooie wagen. Ja. Prachtig. De kelders van Château Saint-Gerlach. Ja. Eén van de kelders. Je ruikt het al. Lekker vochtig. Lekker vochtig. En schimmel. Maar dat ziet er fantastisch uit. De vaten. Ik kan niet staan, Thijs. Nee, het is hier niet gemaakt op onze generatie volwassen mensen. Dat is waar. Dat betekent dat ik eventjes een plekje op mijn stoel ga nemen. Helemaal goed. Daar zitten we dan in de kelder, in één van de kelders van Château Saint-Gerlach. En Thijs heeft hier dus een whisky te rijpen gelegd. Ja, je ziet ze liggen, hè? 2, 4, 5 vaten. Ja, hier liggen er nu 5. Er komen er nog een aantal bij. Er ligt nog in Neerkan ligt ook nog een vat. Oh, in Neerkan ligt er ook een? Ja, in Neerkan heb je ook een hele mooie grotten. Daar is toen die brand geweest. Ja. Vlak na de brand, nadat alles schoongemaakt is, heb ik daar nog het vat neer kunnen leggen. Dat hadden we eerst ervoor willen doen, maar gelukkig hebben we dat niet gedaan. En daar is het ook hetzelfde klimaat als hier, vochtig. 15 graden ongeveer het hele jaar door. Altijd, ja? Bijna het hele jaar is het hier constant. We hebben hier eens een keer meting gedaan over een maand en dan verandert eigenlijk qua temperatuur en vochtigheid niks. Het is hier donker. Het is hier wel, je merkt, hè, je ruikt ook de schimmel. Misschien ook eens leuk voor je. Ja, dat ruik je echt. Ja, maar dat is voor hout is dat eigenlijk niet ideaal. Hè? Alles wat hout is en ijzer, dat gaat allemaal roesten en rotten. Alleen eikenhout heeft de eigenschap dat als het vochtig wordt, dan zwelt het op. En dan wordt zo'n vat dus waterdicht. En als het uitdroogt, namelijk het hout, dan gaat het lekken. En dan ben je dus, ja, dan raak je wat kwijt. Hè? Dus dat vocht is juist heel goed voor dat vat, dat begrijp ik nu. Ja, want als het dus droog is, dan gaat het lekken. En dan krijg je dus overal dat langzaam die alcohol kan gaan verdampen. Hè. Dus door hele kleine kiertjes verdampt langzaam die alcohol. Dat noemen ze het deel de engelen, de angels share. En ja, het is leuk voor de engelen, maar het is zonde voor ons. Want na 3 jaar heb je dan dus minder whisky over. En de vochtigheid zorgt dus voor dat dat vat helemaal is opgezwollen en helemaal waterdicht en dus ook luchtdicht is. Waardoor dus alles in het vat blijft en dan moet het ook blijven. Thijs, hoe ben je er in vredesnaam bij gekomen om whisky te gaan maken, bedenk ik nu opeens. Ik bedoel, ja, we zitten hier bij die prachtige vaten, maar hoe ben je erbij gekomen om dat te gaan maken?
Ja, whisky maken is niet een hobby waar je zo in één keer mee begint. Want voor whisky heb je een grondstof nodig, namelijk bier. En ik was toen, ik ben al jarenlang hobby bierbrouwer. Zoals heel veel mensen in Nederland brouw ik al 16 jaar bier. En daar ben ik ooit in Houten mee begonnen. En toen ik ben verhuisd uit Houten Sint Gerlach, ben ik doorgegaan met bierbrouwen. En op een gegeven moment ben je wel een beetje uitgehobbyd en uitgeëxperimenteerd. En dan is de overtreffende trap van bierbrouwen is distilleren. En als je dan één keer uit je distillatiekolom als er alcohol uitkomt en je proeft en je ruikt, denk ik, hey, dit lijkt wel verdacht veel op het begin van whisky. Laat ik dan eens in eikenhout stoppen, eens kijken hoe het zich ontwikkelt. Nou, en als je dat dan een half jaar laat staan en je vergeet het een beetje en je haalt het dan een half jaar uit de kast en denk, och, dat experiment had ik ook een keer gedaan. Je haalt de dop er vanaf en je ruikt gewoon onversneden whisky, ja, dan is het hek van de dam. Dus het is een beetje begonnen eigenlijk uit nieuwsgierig, belangstellend van wat kan ik ermee. En het is ondertussen eigenlijk business geworden. Ja, want distilleren is geen legale hobby, ja, als je dat zomaar doet zonder vergunning. Dus je bent eigenlijk gehouden aan vergunning als je het ook wil kunnen verkopen. Ja, je hebt het allemaal netjes geregeld. Ja, ik ben toen vrij snel begonnen eigenlijk met het vergunningstraject. En dat is een lange, lange zit en daar moet je lange adem voor hebben. Maar als je dan een vergunning hebt, ja, dan moet je dus ook accijns gaan betalen. Dus je hobby kost dan uiteindelijk nog meer geld dan dat die al kostte. Alleen als je het mag verkopen, dan kom je natuurlijk ook weer aan inkomsten, waardoor je je hobby kunt vergroten. En je hebt voor distilleren heb je heel veel bier nodig. Dus ja, ik had op een gegeven moment een grotere brouwketel nodig om meer bier te kunnen maken. Ja, en als je een grotere brouwketel hebt, dan wil je ook een grotere distilleerketel. En zo switch je een paar keer heen en weer, totdat je een beetje aan de grens zit van wat je in je garage op dit moment nog kwijt kunt. En dat is al behoorlijk groot. En ja, de vraag neemt ook toe. Dus je bent elke keer aan het innoveren en aan het vergroten en aan het verbeteren om het goed te krijgen. Dus het is ondertussen fulltime business voor je geworden? Nou nee, ik doe het als hobby erbij. Maar toch nog steeds? Ja, dat zeg ik dan thuis. Hè. Maar inmiddels loopt het wel een beetje uit de hand. Ja. Ja. Je zei net, die vergunning aanvragen, dat is een langdurig traject. Maar dat rijpen is ook een lang traject, hè? Ja, whisky moet 3 jaar lang minimaal gerijpt zijn op eikenhout. Het mag alleen gemaakt worden van graan. Dus je mag er ook niks aan toevoegen. Ik zag hier een zak staan. Hè? Ja, je kunt het proces ook niet versnellen. Ja, hier zit de gerst in. Dit is gerookte gerst. We maken de whisky ook van deel gerookte gerst. En dit is de basis van al het bier wat we eigenlijk brouwen in de hele wereld. Dus gewoon gerstemout. Oké. En whisky maak je ook van gerstemout. Dat kun je ook van allerlei andere granen maken. Maar het beste wordt whisky van alleen gerstemout. Dat is het meest smaakvolle wat je dan kunt maken. Goed, even naar dat distillaat weer. Het moet dus 3 jaar, zei je net, op vat rijpen. Maar deze vaten die ik nu zie, die heb je niet in 1 keer gevuld, hè? Nee, ik maak per week ongeveer een 20 liter eindproduct whisky. Dus dat vertaalt zich. De whisky is, voordat die in het vat gaat, is de spirit 65% alcohol. Dus dat is heel sterk. Maar dat moet het ook hebben om uit het hout alle smaak te kunnen extraheren. Dus het duurt ongeveer een 6 weken voordat ik een vat kan vullen. En dan zou je zeggen, nou, dan kun je dus bijna 8 keer per jaar kun je dan een vat vullen. Alleen ik moet ook een deel van de spirit moet ik ook bewaren om maar een half jaar oud te laten worden. Dat gaat niet in deze vaten. Omdat ik in de tussentijd ook whisky verkoop die een half jaar oud is. Om die hobby die het is, hè, dat moet geen grote investeringen vergen, om die een beetje betaalbaar te houden. Ja, je moet het ook kunnen bekostigen, dat begrijp ik. Maar ik begrijp wel dat je op een gegeven moment op een punt gaat komen dat je alleen nog maar whisky vanuit het vat gaat verkopen. Ja, dat klopt. Op 7 september van dit jaar hebben we voor het eerst een vat mogen openen wat 3 jaar oud was. We hebben een feestje omheen gebouwd natuurlijk. En dat is verschrikkelijk lekker wat daar uitkomt. Alleen ja, dat is maar 1 vat. Dat zijn 146 flessen waren dat alles bij elkaar. Dus het is niet heel erg veel. En langzaam komt dat op gang. Maar ja, dat was nog in de periode 3 jaar geleden. Toen had ik nog een kleine distilleerketel. Inmiddels is het een heel stuk groter. Maar ja, dus die ontwikkeling 3 jaar geleden ging niet zo snel als nu. Dus de whisky komt ook met de snelheid van 3 jaar geleden. Komt die dadelijk beschikbaar uit die vaten van 3 jaar oud. Nu gaat het sneller. En de bedoeling is om straks 8 tot 10 vaten per jaar te kunnen vullen. En dus ook 8 tot 10 vaten per jaar open te mogen maken. En ik begrijp dat het niet bij deze 6... Nee, het waren er nu 5. Maar plus die ene die elders ligt, 6. Ja. Blijft. Hè? Je gaat meer vaten openen.
Vullen, moet ik zeggen. Ja, en uiteindelijk ook openen. Hè? Ja. Ja, je moet ze eerst openmaken om ze te kunnen vullen. Nee, dit zijn, deze vijf liggen nu hier. Er ligt er nog eentje in Neerkan. In de brouwerij liggen er ook liggen de eerste vier. Dus we hebben er in totaal nu 10. Okay. Vandaar ook het vat 6 tot en met 10, als je dadelijk kijkt. En achter je, daar is ook nog heel veel ruimte. Daar komt dadelijk ook nog een hele rits met vaten. En ja, als deze vaten dadelijk leeg zijn, dus over 3 jaar, dan gaat dit vat gaat als eerste dan eruit. Hè? Dus dat is in 2017. En dan toen was hij gevuld. 2020 mag die open. En dan kan die stuivertje verwisselen met een nieuw vat. En dan gaan we dit vat ongetwijfeld ook vullen voor langer te laten liggen. Want deze heeft nou dadelijk 3 jaar gelegen. Die mag dan 8 of 10 jaar. Ik weet het niet, hè, hoe lang het duurt voordat daar weer lekker whisky uitkomt. Want als een vat 1 keer gebruikt is, kun je hem ook een 2e keer gebruiken. Maar daarna moet het langer liggen. Ja, dat is eigenlijk net als met thee zetten. Hè. Je gebruikt een theezakje 1 keer en heb je heel snel thee. Maar als je er nog een keer thee mee wil zetten, dat kan wel. Maar dan moet je heel lang wachten. Dat wordt ook wel bitter trouwens. Maar bij whisky heeft juist hoe langer het rijpen mag duren, hoe zachter de whisky uiteindelijk van smaak wordt. Dus dat heeft een positief effect. Het zijn altijd nieuwe vaten die je in eerste instantie gebruikt, hè? Ik wel. Ja, en de Schotse distillerijen gebruiken gebruikte Amerikaanse vaten. Amerikanen gebruiken voor hun bourbon whisky nieuwe vaten. En die mogen ze van de wet ook maar 1 keer gebruiken. En dat heeft ook te maken met de smaakontwikkeling. Want Amerikaanse whisky wordt heel veel van mais gemaakt. En de smaakontwikkeling met mais whisky, die moet heel intensief zijn. Omdat er weinig smaak van nature aan zit. In tegenstelling tot Schotse whisky, waar al in de basis al veel smaak in zit. Maar dit is ook het formaat waar oorspronkelijk whisky in werd gemaakt door de Schotten. Dus dat waren 60 liter vaten, ongeveer 60 liter. Dat noemen ze tegenwoordig een quarter cask, omdat het een kwart is van een groot vat van tegenwoordig. Maar dit is oorspronkelijk dus het vat waarin eigenlijk de whisky gemaakt wordt. Je kunt je ook voorstellen, je kunt aan weerszijden van een ezel nog een vat hangen om door de Highlands te lopen. Tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal gemechaniseerd vervoer, maar dat was een aantal eeuwen natuurlijk wel anders. Een aantal eeuwen geleden. Daar komt ook de termijn van 3 jaar vanaf. Als whisky namelijk 3 jaar in zo'n vat heeft gezeten, dan is het ook wel tijd om hem eruit te halen. Want als je nog langer wacht, dan wordt hij langzaam gaat hij bitter worden door de tannines in het hout. En als je hem een 2e keer vult, dan is dat niet erg. Want dan is een deel is al eruit en dan kun je dat effect nog een keer krijgen. En dan mag hij heel lang mag hij erin blijven zitten, wordt die whisky lekker zacht van smaak. En dan kan hij dus 8, 12, 25 jaar oud worden. Fantastisch, ja, dat is wel een heel bijzonder product. Dat is ook wel ja, de reden waarschijnlijk waarom whisky die zo lang gelegen heeft redelijk aan de prijs is. Hè? Ja, het is normaal zo, hier niet zo, maar in het normale geval dat whisky wordt opgeslagen, dan gaat elk jaar een deel van de whisky gaat verloren. De alcohol met name, die verdampt, waardoor het alcohol, niet zozeer de inhoud echt heel veel minder wordt, maar met name het alcoholpercentage daalt. En als je onder de 40% komt, ja, dan is het afgelopen, dan is het geen whisky meer. Dus zo'n vat moet zo danig bewaard worden dat je na een x tijd nog minimaal 40% whisky erin hebt zitten. Hier verdampt heel weinig, omdat het hier zo heel vochtig is. Maar ja, deze omstandigheden die zijn zeker voor grote opslag van vaten zijn natuurlijk niet beschikbaar. En in Schotland staan die dingen in hele grote pakhuizen langs de zee of in de Highlands waar het ook wel vochtig is. Maar ook waar de temperatuur heen en weer schommelt. Ook de luchtvochtigheid op en neer gaat en de luchtdruk. Dus uiteindelijk verdwijnt daar alcohol uit, de Angel's Share. En dat is hier minder. Maar daarom is dus een whisky van 25 jaar oud of soms ook wel 40 jaar is natuurlijk ontzettend duur. Ten eerste omdat er minder over is. En ten tweede omdat het natuurlijk, ja, het is exclusief. En het is moeilijk om met je vingers vanaf te blijven 25 jaar. Het is al voor 3 jaar is al verdraaid moeilijk. Maar kun je nagaan als je hier 25 jaar op moet wachten. Ik zou het niet kunnen. Ik begrijp dat je zelf ook heel graag van proeft. Ja, je moet af en toe kwaliteitscontrole uitvoeren. Dat is bijverplicht. Oh, heel vervelend werk, heel vervelend. Ja. Thijs, je kunt er heel bevlogen over spreken. Dat hebben we gehoord. Het is ook fantastisch om je dat te horen vertellen. Het is natuurlijk heel bijzonder dat we een Limburgse whisky hebben. Hè? Want ja, dat is het toch. En ik vond het leuk om bij je te gast te zijn. Oostwegel heeft er wel een toeristische attractie bij eigenlijk. Hoewel ze dat nog niet op deze manier gebruiken. Maar het is natuurlijk fantastisch dat we heel even deze blik in de kelder hebben mogen maken. Ja, nou, ik vond het leuk dat je even langskwam. Ik vind het ook leuk om erover te vertellen. Want ik ben ook trots op het product. Maar ook trots dat we in Limburg ook zo'n lekker product kunnen maken. En we hebben heel veel streekproducten. En we maken stroop, we maken kaas, we maken wijn.
zijn. En daar zijn we absoluut niet onverdienstelijk in de producten die we maken. En daar hoort dit ook bij, samen met bier en tal van andere producten. En dat is gewoon iets waar we als Limburgers echt wel trots op mogen zijn. En zeker hier in het Limburgse Heuvelland. Fantastische producten in een lekkere, vochtige, schimmelige kelder. Zo is het. Ja. Bedankt. Harmonie Sint-Gertrudis uit Wielree viert dit jaar haar 125 jaar bestaan. Wat een uniek jubileumjaar had moeten worden, hebben we helaas met een lange pauze moeten onderbreken. Voorlopig geen ommetje of Wielree muzikaal totaal, maar wel alweer voorzichtig gezamenlijk repeteren. Toch hebben we in de afgelopen tijd niet stilgezeten. Onze leden hebben thuis hun partij gespeeld. En daarvan is het volgende muziekwerk samengesteld. Met trots kunnen we jullie Easy Sound presenteren. Gecomponeerd door Karel Smeets en gespeeld door onze eigen harmonie. Veel kijk- en luistergenot en hopelijk snel tot ziens.